BlackRock wil iShares Ethereum Trust opties op Nasdaq. De Bitcoin Fear and Greed Index staat op extreme fear. Wat betekent dit? Goed, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Alrijnse Kamer. Vandaag is het natuurlijk weer woensdag. Dat betekent Bitcoin nieuws en technische analyse dag. Wat kunnen we verwachten, gezien ook de Fear and Greed Index dus zo laag staat? Goed, laten we niet lang wachten. Laten wij beginnen. Alright, we hebben het natuurlijk nog maar niet over Bitcoin, maar ik vond dit toch wel een heel belangrijk en vooral positief nieuwtje. Want BlackRock wil iShares Ethereum Trust opties op Nasdaq. Ja, wat betekent dit in ieder geval? BlackRock doet een nieuwe aanvraag voor optiehandel voor Ethereum ETF's. Op 6 augustus 2024 heeft de SEC een aankondiging gedaan met betrekking tot een voorstel van Nasdaq iSLA. LC, om opties te verhandelen op de IShares Ethereum Trust. Deze aanvraag werd ingediend op 22 juli 2024 en markeert een belangrijke stap voor investeerders die blootstelling willen krijgen aan Ether, de cryptocurrency achter het Ethereum-netwerk via gereguleerde markten. Nou, wat is het voorstel precies? Het voorstel omvat een wijziging van sectie 3 van Options for criteria voor onderliggende effecten, waarmee het mogelijk wordt om opties op de ICA Ethereum Trust te verhandelen op Nasdaq. Het voornaamste doel van de Trust is om de prestaties van de Ether markt te weerspiegelen minus eventuele kosten en verplichtingen van de Trust. Dit initiatief biedt de beleggers een toegankelijke manier om te investeren in Ether met als bijkomend voordeel dat ze geen directe blootstelling hebben aan vaak complexe technologie en veiligheidsaspecten van cryptocurrency. Mooi en positief nieuws dus, maar we zijn nog lang niet klaar. Want Eric Trump onthult groot crypto-nieuws op komst. Eric Trump, de zoon van de voormalig president Donald Trump, heeft laten weten dat hij binnenkort groot nieuws over cryptocurrency zal delen. Zijn aankondiging heeft veel aandacht getrokken op de social media. Met de verkiezingen in november in aantocht delen veel bekende figuren hun meningen over verschillende industrieën. Ja, en Eric Trump en zijn interesse in crypto heeft dus uh, ja, ervoor gezorgd dat er veel geruchten over rondgaan. Uiteindelijk gaat dat dus echt inderdaad een gigantisch mooi positief effect hebben. Wanneer Trump aan de macht komt, ik vermoed van wel. Bitcoin fear and greed index bereikt extreem fear. We gaan heel eventjes in de diepte duiken in de extreme uh, of in de fear and greed index. Wat het precies is, wat het precies meeneemt. Ik denk dat het wel heel erg interessant is. Maar in ieder geval, de Crypto Fear Greed Index stond gisteren op 17. Extreme fear. Terwijl, ja, dat heeft vooral te maken natuurlijk met die gigantische zelf die gisteren was. Uh, maar we zien al dat we vandaag nog maar fair zijn. En helemaal niet meer extreme fear. Oftewel, hij is alweer gestegen naar 29 punten. Goed, ik wil je heel eventjes meenemen in de Fear and Greed Index. Uh, hij is extreme fair tot 24, nou hij is nu 29, dus net niet meer extreme fair. Uh, maar in ieder geval, hoe is dit onderbouwd? Nou, hij is onderbouwd aan de hand van de volatility. Oftewel, hoe hogere ja, volatiliteit we hebben in de crypto-markt, zien zij als een bear-signaal. En dat snap ik helemaal. Ook het market, market momentum en volume is een meetgraad. Social media is een meetgraad, zo wordt uh, bij Twitter... Aan de hand van de Twitter een sentimental analyse gemaakt. Ja, en dat zal wel op bepaalde zoekwoorden zijn. Let op, Twitter kan dan niet de grafieken lezen. Of deze tool kan niet de grafieken lezen. Enkel bijvoorbeeld over Bitcoin bear, Bitcoin bull, uh, price correction, al dat soort woorden. Nou, ook wordt het aan de hand van de dominantie berekend. Dus wanneer een Bitcoin dominantie riest, of stijgt, ja, is dit bearish. Natuurlijk voor de altcoins en dat betekent dus ook. Dat uh, ja, het wel echt gevaarlijk kan zijn. Ook Trends, data van Google Trends, wordt gebruikt om ja, deze fear and greed index dus uiteindelijk te bepalen. The next update will happen in 8 hours, 34 minutes and 35 seconds. Mocht je meer willen weten over de fear and greed index of uh, waar je het kan vinden, het is van CoinTree. En Bitcoin faalt als hedge tegen een systeemcrisis, zegt Nassim Taleb. Ja, tijdens de interview op de CNBC Squawk Box benadrukt Nassim Nicolas Taleb, auteur van The Black Swan en adviseur van de Universe Investment, dat Bitcoin een slechte hedge is tegen het systeemcrisis. Taleb verklaart namelijk dat de recente daling van de cryptomarkt op 5 augustus, waarbij de totale marktwaarde van 510 miljard daalde, een duidelijk bewijs is dat Bitcoin niet beschermt tegen het smelten van Activa. De markante man is al jaren geen fan van bitcoin. Hij laat regelmatig weten dat hij er echt niets in ziet. En ook de community eromheen maar niks vindt. Ja, heel erg kritisch is hij dus. Ja, we zien het wel. Het was natuurlijk een soort van black swan. Maar ja, is dit dan inderdaad de hedge tegen het systeem? Ik durf dat ook nog niet te zeggen. In ieder geval op lange termijn weten we... Uit het verleden dat het zo is. En ja, we zijn gewoon Bitcoin believers. We houden van de technologie. Alleen of het echt de hedge gaat zijn. Wanneer alles een Black Swan gaat krijgen. Of, of, of hè, dat, dat de Amerikaanse beurs straks instorten. Dat weten we niet. Want dat heeft Bitcoin nog, nog nooit meegemaakt. Dus ik kan niet zeggen dat het niet zo is. En ik kan ook niet zeggen dat het wel zo is. Ik denk eerlijk gezegd dat je deze opinie ook voor jezelf moet bepalen. En uiteindelijk time will tell. Wat vind jij? Denk jij dat Bitcoin de ultieme hedge is tegen het systeem wanneer er een complete meltdown is? Laat het me even weten in de comments. Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Gezien wij natuurlijk bij de crypto community behoren. Goed, en grote miner blijft Bitcoin kopen. 20.818 Bitcoin op de balans. Ja, dat is een heel positief gegeven. De grote jongens blijven dus kopen. En dat is dus heel erg nice. Maar wat betekent de koersstijging van de afgelopen dagen nu voor Bitcoin? Allereerst als we even naar het daily timeframe gaan. Ja, gisteren een mooi herstel gekregen. Een groene candle. Maar overduidelijk nog niet de 58.000 gebroken, oftewel niet de candle van de dag ervoor hersteld. Ook het 12 uur timeframe zien we toch wel nu een beetje een topvorming creëren, maar het duurt nog 8 uur. Als we naar het 6 uur timeframe gaan zien we dat we hiervoor een doodje hebben en nu toch ook echt wel een ja, topvorming creëren. Ik uh, zoek naar twee dingen namelijk, dat hebben we ook besproken. Um, ik zoek naar een bodemvorming, rangevorming. En dat kan echt wel op deze manier zijn. Kijk, je ziet nu een telling staan. Die wil ik gewoon heel eventjes weghalen. Want ik vind dat. Het liefst zoek je gewoon naar een bodemvorming. Kijk, we hebben nu wel een hele beer. Dat betekent hier de RSI. Maakt een lagere top op het 6-uur-timeframe. Maar ook op het 4-uur-timeframe zie je nu echt wel dat we afkoelen. En op de RSI zie je dat we hier. Dus overduidelijk een hogere top maken en hier een lagere top, oftewel een hidden bearish divergentie. Want als deze topvorming dan ook wordt bevestigd, is het zeker voor Bitcoin dat we in ieder geval weer misschien naar 52.000 of 53.000 kunnen corrigeren. Dan is het punt, oké, okay, gaan wij daar een hogere bodem zetten of niet? En ik denk dat het nog te vroeg is om te roepen. Ik denk dat we echt even de prijsactie aankomende dagen moeten bekijken. En ik denk dat we vrijdag met de weekly recap hier meer antwoord op kunnen geven. In ieder geval zouden we dus willen zoeken naar een hogere bodem. Maar als we toch eventjes alvast wat inschattingen kunnen maken, zou het ook zomaar kunnen zijn dat we misschien hier toch inderdaad in een W4 zitten. Misschien een triangle. Nog één tik lager gaan om uiteindelijk een bullish divergentie te maken. En ergens bodem in deze blauwe box tussen de 50 en de 43.000 dollar. En zou die ongeveer op deze manier eruit kunnen komen te zien. Dat is overigens wel mijn main plan. Geen financieel advies, maar hier kijk ik nu naar. En dat kan dus vandaag nog wat range En dan kunnen we daarna een week WIC, exit wick zien. En dan zo. Dit is een beetje, zoals het gezegd waar ik zelf naar zoek. Goed, mocht jij dat leuk en interessant vinden, dit was geen financieel advies, maar het zou wel heel erg gewaardeerd zijn wanneer jij je duimpje achterlaat, uiteraard. En deze video misschien zelfs liked en deelt met vrienden, familie of wie dit moet zien. In ieder geval, dit waren de laatste belangrijke nieuwtjes omtrent Bitcoin en Ethereum. En ik wens jou weer een prachtige avond toe. Dankjewel voor het intunen. Bye bye.